Big box alert! Boxes! Echte gamers krijgen echte gamers boxes. Big boxes! Het is een Mortal Kombat custom fucking PlayStation 4 controller. Deze controller is easy! Hey, that's actually pretty sick! Hey, thanks Mortal Kombat! Big boxes! Oké, dat begint er meer op te lijken. Hoe, but what would it be? Natuurlijk steken ze nooit de fucking gamer in, want... What the frick? Ze zeiden dat de waarde had van meer dan 600 euro. Dus pull the fuck op. What the fuck? Wow! What the fuck? It's a statue! Bruh. Ik weet niet of dat tipt aan deze. Deze is ook wel hard. De kamer begint er toch al nice uit te zien hoor. Ik ga niet liggen. That looks good as fuck. I'm not gonna... Ah! Ze hebben het spel toch nog opgestuurd. Hey, nice. Ik heb andere kleren al gedaan omdat ik vond dat ik er nogal scary uitzag in het andere shot. Toen ik nog een beetje wonky was, had ik gewoon iets gemist. Ik was die fucking doos aan het klaarmaken om alles naar de garage te doen omdat alles vuil was en dat. Ik doe alles uit die doos en ik vind gewoon dit. Dit zat ook nog in die doos. Dit is een fucking Astro. This is for the boys. Ik ben niet goed in giveaways. Ik stuur altijd de dingen te laten op, maar het voordeel hierbij is dat zij het doen. Maak kans! Op dit door te subscriben met al je fucking accounts. Ja, als je niet gaat subscriben met al je fucking accounts, dan kan je niet winnen. En de beste mop in de comments wint. Ja, yeah, ja. Yeah. Free games. Wederom een vette collector voor je kast. Keep up the good work. Zij had ook de Fallout helm sturen zo. Eh? Shout out to Lucas. Thanks very much. Omdat jullie toch nu allemaal leuke mopjes aan het denken zijn om in die comments te zetten. Hey, waarom maken we geen leuke video waarin we kunnen lachen met leuke dingen? Please show me something funny. Want de channel is de beste plek voor een good laugh. Influencer zijn is geen hobby, dat is een fulltime job. Hey, speel je Xbox One of PlayStation, Jamie Lee 6? Dit is de comments die ik bedoel, snap je? Welke versie? Ik denk dat ze Xbox speelt. Jamie Lee 6, jij hebt de fucking Xbox versie gewonnen van Mortal Kombat 11. Good jokes. Er staat hier een filmpje bij. Ze heeft een fucking filmpje bijgestuurd. Wow. Hey, dit is een good joke, man. Het is bekend bij vooral twintigers en tieners. Ik denk dat volgens ze 13 zijn. 14. Ja, zoals je ziet. Twintigers. En wel niet zo Insta-famous worden of zo. Nee, dat hoeft niet. Als hobby. Ja, als hobby. Hij wil dat doen als hobby. Ja. Dan kan ik jullie wel vertellen dat je dat niet kan doen als hobby. Ik doe dat ook niet als hobby, dat is mijn fulltime job. Ik werk daarvan zo. Je krijgt de PlayStation versie ook, man. What the fuck? Als ik een samenwerking heb, moet 9 op 10 foto's. Wat zeg je allemaal? Wat is dit voor shit? Ah! Ze vraagt, jij wil niet Insta-famous worden. Er zegt iemand, nee, dat hoeft niet. Iemand zegt, als hobby wil ik dat wel doen. Je wilt dat doen als hobby. Dus check, hè. Weet je wat het ding is? Zie je haar gezegd hier? Een van die mensen aan die tafel zat ik wel doen als hobby. Dus zij voelt daar persoonlijk aangevallen. Van, ah! Dit is niet mijn hobby. Ik stik al mijn tijd hierin. Ah! Shut the fuck up. Het duurt niet lang om een fucking foto te maken. Het is Instagram. Niemand geeft een fuck. Als je foto's moet maken voor een klant, omdat je enig gehuurd wordt voor een campagne, ook moet je gewoon een paar foto's maken. Als het niet goed is, doe je het opnieuw. Het is niet dat je fucking 7 uur per dag kiwis en doosjes moet steken of zo. Like, dat is een fulltime job. Dit. Ben je hier aan het liegen tegen kinderen aan de tafel en je hoort er waarschijnlijk voor betaald. Instagram, YouTube, al die shit is wel een hobby. Ik ben hiermee begonnen als hobby. Ik werkte, ik ging naar school en ik deed dit. Nu doe ik alleen dit. Waarom? Nee, omdat het wel mogelijk is om er geld mee te verdienen nu. Maar het is allemaal begonnen als hobby. Wat we doen als hobby. Dan kan ik jullie wel vertellen dat je dat niet kan doen als hobby. Ik doe dat ook niet als hobby. Dat is mijn fulltime job. Ik werk daar van 's ochtends tot 's avonds aan. Van maandag tot zondag. Hoe kan je dit zeggen? Hé! Hey! Oh, ik voel me weer zo... Het is geen fulltime job. Het is geen parttime. Maximaal. Je verdient er gewoon veel geld mee en daarom zeggen we, oh, het is een fulltime job. Je wil gewoon niet dat mensen zeggen dat je niet veel werkt. Het is geen job. Het is gewoon easy money. Ik heb nog nooit in een interview gezegd dat dit een fulltime job is. Dit duurt fucking lang. Wat ik doe, dat kost superveel van mijn tijd. Maar ik ga nooit heel mijn fucking leven zeggen dat dit de harde job is. Ik ga nooit zeggen dat ik fucking hard moet strijden om dit te doen. Weet je waarom? Omdat ik dit graag doe. Omdat ik het fucking graag doe. Omdat ik 11 uur bezig aan de video. Ik ga nooit zeggen van, oh, ik heb geen zin meer. Ik heb hier altijd zin in. Niet dat ik denk van, oh nee, nu moet ik weer een video maken. Maar voor deze camera staan is geen lachertje, man. Eigenlijk wel. Dat is fucking joke. Die Instagrammers, like, jullie hebben geen talent. Jullie zijn niet grappig. Jullie posten geen grappige filmpjes of zo. Van ik denk van, hey, dat is funny. Jullie posten echt gewoon foto's om mensen te influencen of zo. Wat kunnen we dat ook zeggen in dit filmpje? Dat ze mensen inspireert. Iedereen denkt dat een fotootje posten en ze is klaar. Dat is het wel. Foto trekken,
terug in mijn gewone kleren. Dat is hard werk, man. Dat is het wel. Dat is het fucking wel. Iedereen kan zich influencer noemen. Ik wil gewoon mensen inspireren. Ik noem mezelf een influencer. Ik wil gewoon mensen inspireren. Kijk, ik inspireer ook niemand. Want dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ik zal nooit zeggen in een fucking video. Yeah, ik wil jullie inspireren om... Yeah, smoke weed. Mijn motto van dit kanaal, en dat is al altijd geweest vanaf moment 1, is dat ik kankerrijk wil worden. Mijn motto op dit kanaal, en dat is het altijd al sinds dag 1, is gewoon dat ik jullie wil laten lachen, dat ik deze filmpjes maak. Mensen te laten lachen als jullie in bed liggen te kijken naar de video, die denken van, hey, is funny. Niet om jullie te inspireren of zo, niet om jullie te tonen hoe jullie moeten leven, what the fuck, ik het zelf niet dat ik moet leven. Probeer ook maar iets, snap je? Ik weet niet of het werkt, maar I'm fine, man, I'm happy. En ik denk dat dat het belangrijkste is, like, doe wat je leuk vindt. Laat je niet inspireren door mensen als dit, die denken dat ze weten hoe dat leven in elkaar zit. Kijk, kennen jullie het influencerspel? Laten we nu dit meisje nemen. Zoals het influencerspel, je kan het ook spelen met drank. Je kan het ook spelen met... Je kan het spel ook spelen met drank of met crack. Kijk naar de feed van deze Instagram influencer. Man, het is alsof ik nog dronken ben of zo. What the frick? Doe je best en je mag enkel de foto's aanklikken waarin dat jij denkt van je wil een betaalde campagne. Mijn Instagram kan je dit niet doen en ik doe geen campagnes op mijn Instagram. Dit was ook allemaal geen campagne. Ik kan hier ook geld voor kunnen krijgen. Maar hey, ik ben blij dat er nu daar een dingetje staat. More decoration for my room. Let's go! Ik ben goed aan het kijken, ben even aan het scannen. Nummer 1. Ik denk dat dit wel een campagne is. Inderdaad. Put your hands up in here. Hashtag collab. Ik had dit ook al. Hashtag coke ambassador. Woo! Volgende. Dit gaat ook al duidelijk. Inderdaad. Hashtag aftermove. Even een shotje. Zoals je ziet, ze doet duidelijk om mensen te inspireren. Hier hebben we another one. Betaald partnerschap met Action Beauty Belgium. Ik denk dat het wel duidelijk is dat zij Instagramt om mensen te inspireren. Je kan influencers gewoon het beste vergelijken met prostitueren. Like, je prostitueert jezelf echt gewoon. Willen die prostituees neuken met die mannen? Nee, maar ze payen er wel voor. Willen die influencers samenwerken met die bedrijven? Nee, maar ze payen er wel voor. Dus ze laten hun neuken door de klant. Waarom? Omdat ze er big money voor krijgen. Neem die money weg en like, een hoer gaat nooit neuken met zo'n lelijke guy als ze er geen geld voor krijgt. Zou een van die influencers iets doen met zo'n merk als ze er geen geld voor krijgen? Nee, maar ze fokken er niet mee. Waarom heb ik die shit gedaan met Mortal Kombat? Omdat dit ding fucking nice is. Het geld dat je krijgt voor een campagne vergelijken met dit van waar. Like, I don't give a fuck. Ik vind het gewoon leuk dat ze het opsturen naar mij. En het verschil tussen prostituees en influencers is nog dat prostituees gewoon toegeven dat ze het doen voor het geld. Influencers niet. Die zeggen gewoon, we doen het omdat we het leuk vinden. Influencer. Persoon die denkt dat ze interessant is, want iemand die een stuk kledij van haar ziet, gaat het misschien ook kopen. Realiteit, vooral irritante wijven. Maar er zijn ook guys hoor. Ik heb evenveel influencer guys die hetzelfde denken. Ik ben ook een influencer zeg een job is. Maar wat is een job? Wanneer is het een job? Als je er fucking veel geld mee verdient? Of als het fucking hard werk is? Ik ben zeker als hij als influencer meer verdient dan die mensen die kiwis in doosjes steken. Er is gewoon een mattie van mij die kiwis in doosjes steekt. Dat is hard werk. Maar ik weet toch dat influencers meer verdienen dan hem. Dus is influencer een job? Die mensen hebben gewoon geen talent. En al die bedrijven snappen geen fuck van marketing. En sturen dat gewoon naar hun. Omdat ze inderdaad denken van, hey, als zij die trui aan hebben, ga iedereen dat wel kopen. Zo denken is gewoon een hele generatie verkeerd opvoeden. Tijd voor een funny video. Dus een Minecraft parodies op al die dingen zijn zo slaag, omdat je wel werk je daarin moest steken. Ook nadat ik al die comments heb gelezen op de vorige video, was super veel mensen die zeiden: ik doe mee met Dancing with the Stars, gaat fucking grappig zijn. En er is een dag waar ik even naartoe kan, waar er dan ook allemaal andere mensen gaan zijn, waar je zoiets een choreografie leert. En dan kan je kijken of dat je het een beetje leuk vindt en of dat je legt. Dat je niet na de eerste show al zegt: oh fuck, ik moet nu weer een fucking kabouter dans gaan doen, ik heb daar geen zin in. Pornhub kids, bye kids. 4 kids! Oh fuck, nu had deze video gestrikt worden, man. Hadden jullie deze shit al zien? Nickelodeon releases SpongeBob meme toys and they're absolutely gorgeous. Dit ziet er echt crap uit, man. Lijkt altijd op speelgoed die ze verkopen in de Heima of in de Zeeman ofzo. Ze hebben die klasse C shit speelgoed. Wat is dit? Dit lijkt niet eens op elkaar. Zijn mond is open. Masterpiece meme. De SpongeBob meme toys. Wie gaat er dit kopen? Alleen maar mensen van mijn leeftijd. Die denken dat het zo fucked is dat het grappig is. Waarschijnlijk koop ik dit wel. Als ze deze verkopen, dan... Dit is wel de enige die wel funny is. Ik ben altijd als een kind daar echt lijkt op een balzak. Dat is zwaar. Mijn broek is al heel de tijd afgevallen terwijl ik deze video aan het opnemen ben. Het is zo die broek die 10 maten te groot is en... Ja, er is net ook 10 kilo zand uitgevallen, fuck. Dit is een foto van mij back in the days. Black Ops R. Ik hou nog steeds zoveel van dit spel. Dit is waar het allemaal begonnen is, man. Dit is waar de hele game sessie begonnen is. De fuck MW3 zit erin. Ik had deze gereserveerd in de Bart Smit. En ik had die RCXD versie besteld. Dat had gezegd, ja, je krijgt die RCXD versie. Ik had hem besteld. En ik ging erom. Ze zeiden dat hij er niet meer was. En toen heb ik gewoon deze gekregen. En een beetje geld terug. Maar geen fucking RCXD. Oh shit. Spoilers. Big spoilers! Vond je dit nu leuk?
Smash like, heb je een goed mopje. Drop het in de comments. Van fucka Jamie Lee 6, je krijgt geina. Je bent te veel bezig met de foto's op Instagram. No time to play Mortal Kombat, I guess. Maak een leuke mopje, subscribe op mijn channel. Ik ben wel blij dat ik jullie niet moet irriteren met al fucking campagnes om rond te kunnen komen. No, I'm good. I'm fine. I just got this. I'm fucking happy, man. Thank you very much. Leuk om te kijken naar deze video. Mijn naam is Nane Vanagans. Tot de volgende keer. Bye bye. Hello. Zoek een like. Anouna de Wever. Klimaatactiviste zonder diploma. Nathan van der Gunst. Eetje. Belgische YouTuber zonder diploma. Nee. Hey. Ah. Ah. Dit is van een droom. Ik lijk niet op haar. Iedereen die een beetje ogen is oké. Misschien haar.